doet u precies? Wij geven meditatielessen. En we gaan 10 april gaan wij een filmavond hier in De Zon Rondom geven. Deze film die gaat over mensen die een innerlijke rust op de meest gekke manieren mee kunnen maken in de moeilijkste situaties, toch voor rust kunnen kiezen. En het weekend daar aansluitend geven, toevallig ook in deze locatie, een cursus. En wat houdt de cursus dan in? Dat je het zelf goed kan. Dat je zelf leert hoe je inderdaad in het moment in de rust kan zijn en een nieuwe relatie als het ware met je werkelijke zelf aan kunt gaan. Vooral op het nieuwe Ecoplus en niet te vergeten al die jaren dat we met Hans en Louise hebben samengewerkt. Dankjewel. Ja, dankjewel. Jullie bedankt. Daarnaast wil ik met Frank proosten. Frank is onze nieuwe docent en hij is mijn opvolger aan de School van Geel. En hij gaat uiteraard natuurlijk zijn eigen naam hanteren straks. En mijn eigen weg volgen. En zijn eigen weg volgen, maar niet te vergeten. Ja. Ja. Nog een keer. Wat dan? Jullie hebben een geweldige zang. Ja. Ja. Dankjewel. Nou, ik zou zeggen, iedereen die hier nu is, natuurlijk welkom nogmaals. Maar we gaan lekker een hapje eten. Neem een bakje soep. Wat voor soep? Lekkere soep. Lekkere soep. Linzensoep. Linzensoep, vegetarisch. Dus, ja, dat is gemaakt door Anne Hameling. Ja. Ja, en het is genomineerd aan Eken. Ben je links of rechtshandig? Rechtshandig. Ja. Je kijkt altijd naar alle twee. De links is de hand van vorige levens en de rechts als jij het ontwikkelt. Dat betekent dat je je rechterhand de lijn ontwikkelt. De linkerhand. Zijn je karmische lessen? Ik geloof erin, ik kom weer terug. Dus, ja, we komen allemaal weer terug. Om weer onze lessen te leren. Ja. Nou, jij bent iemand, Hans, die heel erg van vaste principes is. Als jij iets belooft, dan doe je het ook. Ja. Jij bent ja is ja en nee is nee. Ja, ja is ja en nee is nee, ja. Dat heb je heel sterk, ja. Of het soja, dat is soja, die eet ik wel. Soja en niet. Soja, maar niet zo nee. Zo nee is niet zo lekker hoor. Nee, zo nee is niet echt te pruimen. Maar goed. Jij bent iemand die ik zie een mooie lange levenslijn. Ja, ik ben nu 81. Maar je gaat voorlopig nog een tijd mee, al Hans? 19 jaar. Oh, zeker weten. Je gaat nog... Je kunt de burgemeester langs. Als je 100 wordt. Ja, nee, maar dat red jij wel. Ja. Dat red jij wel. Ja, geen probleem. Ja. Je hebt ook al, weet je dat ik zo is, heb genoeg levensenergie. Je kan de dingen doen die je wilt doen. En dat is belangrijk, want je kan oud worden. Ja. Maar als je niet, maar jij hebt die levensenergie nog. En dat is heel belangrijk, want je hebt van nature een goede gezondheid meegekregen. Ja, hè? Ja. Dat is een geschenk. Ik ben even een tweeling. Oké. Okay. Ik heb een baarmoedercompagnon, heet ik dan. Ja, precies, ja. Geen tweeling, maar zo'n raar woord. Nou ja, nee. En we zijn een dubbele, we zijn twee-eiig. Oké. Okay. Maar dat zeg ik niet twee eieren, maar zeg ik, we zijn een dubbele dooier. Ja, dubbele dooier. Zo is dat, is ook prima. Nou, nou vind ik wel. Een beetje van gesprek. Maar dat heb ik goed verstaan hoor. Je hebt ook een heel, wat ik ook zie, je bent ook even doen hoor. Ja, ik kan helemaal niet verstaan. Vannacht heb ik me gedoopt. Ja, precies. Dat ik denk ik blind was. Dat is echt niet. Ja, ik geloof het. Nou, weet je, ik ga met de politie van de je hebt ook heel veel innerlijke wijsheid. Nee, is goed. Oké. Okay. Wat is de opdracht? De opdracht is het uitzicht. Je hebt een fantastisch uitzicht. De polder van de bovenkerkpolder. En we gaan met houtskool werken. En de cursisten hebben net alles zwart gemaakt. Dat was de opdracht. Met houtskool, met de zijkant van een houtskooltje. Het zo goed als zwart maken. En we kunnen verder, denk ik. Ik ga heel even wat voordoen. Kunnen jullie even kijken naar dit luk? Jullie hebben allemaal ongeveer zulke papieren, hè, qua verhouding. En dan gaan jullie het uitzicht doen. Nou, het hoeft helemaal niet precies te kloppen, maar er is natuurlijk een horizon. Dat is met zo'n wijd uitzicht is dat aan de orde. He, je gaat een stukje lucht en een stukje land laten zien. Aan de horizon gebeurt ook nog wel van alles. Maar jullie gaan eerst die indeling maken van waar komt de lucht, waar komt de horizon. Hoe wordt die verdeling? En dat doe ik heel even voor. Even schematisch gezien, je kan kiezen voor een hoge horizon. Dit is een hoge horizon. Dus dan wordt dit de lucht, waar maar niet zoveel in gebeurt. En hier gebeurt van alles. Nou ja, dat komt allemaal wel. Dus je kan een hoge horizon. Je kan denken, ik wil hem precies in het midden. Oh, dat is trouwens niet precies. Nee, maar ja, precies op 2/3. Ja, ik ga even. Nou ja, dan ga ik nog eentje doen. Precies in het midden. Ja. En we kunnen nog een hele... Ja, je kan eindeloos veel, maar je kan ook een lage horizon. Dus dan is de bedoeling dat je kiest. En hierbij ga je dus dit wit maken met een gummetje. Dat ga ik zo direct uitdelen. Met een gum ga je dan dus... Je trekt even met een gummetje een lijn in je zwarte gedeelte. Als je die hoge horizon wil, of hier op deze, of echt precies in het midden. Precies in het midden wordt een beetje statisch, kan dat worden. Als je precies in het midden die horizon hebt, maar je kan er ook voor kiezen. Dus dat is ook wel grappig om daarbij stil te staan. En een lage horizon kan ook, dan heb je dus weinig land. Dan krijg je veel lucht. Er gebeurt niet zo heel veel in de lucht vandaag, maar toch, als je blijft kijken, dat kan ook heel mooi zijn. Met een polderlandschap, weet je wel, dat je het polderlandschap heel laag houdt. En dat het vooral de lucht is. Dus dat is ook wel weer karakteristiek. Dus je kan zelf gaan kiezen hoe hoog je die horizon wil. En die horizon loopt horizontaal. Dat is eigenlijk misschien het moeilijkste, dat je een beetje de horizontale horizon krijgt. Maar ik geef jullie een gummetje en dan kan je aan de slag met uitspaken.